Voilà, we zijn hier juist aangekomen. We gaan hier een sessie doen van een paar dagen. 48 uur, want het is nog altijd lockdown. Met de one and only, onze Neddy. We gaan hier een nieuw bolletje testen. Zie. Ja, dat moet ook getest worden. Hè. We zijn nu maand april. We hebben nog ongeveer een dik seizoen voor de boeg. Voor die een bol echt op punt te kunnen stellen. Voor aan jullie te kunnen verkopen naar het eind van het jaar toe. Dus ja, moet overal een beetje getest worden. Betaalwaters, openbare waters, syndicaatwaters. Oeh, Eddy, knoopte jij geen riks meer? Nee, het, jongen. Het is gemakkelijk, hè. En dat vangt vol vis. Oh, wat dat is, James. Dat is een rechte vis. Ik zelf al 20 jaar mee. Ik heb die in de ticket zelfs te laten aanmaken. En voor mij is dat gemakkelijk, hè. Ik zie niet ik al zo goed meer. Dus s'nachts is dat maar chup, hè. Maar net aan het voeren. En de eerste vis laat hem al, laat hem al zien. Het is al patat. Eddy, is het zeker dat je niet met visbollen wil vissen? Ja, hoor. Oh. De eerste van de sessie, alle stokjes liggen nog niet in, dus dat blijft, hè, Eddy? Zo lang zijn we nu aan het vissen, ik denk een half uurtje of zo. Zoiets, hè? Ja, de kop is eraf. Oh. Geluk dat je hem laten liggen hebt. Ja. Ja, voor de meeste ook. Je zit er juist aan het zien. Mijn eerste vis in Frankrijk, dit jaar. Dat is iets dikker als de mijne. Prachtige schop, heel blij mee. Hoeveel weegt hem? Wat was dat weer? 18,8? 18,8, inderdaad. Ja. Voilà. De kop is eraf, Eddy. Eerste dag, paardjes aan het vissen, twee vissen op de kant. Goed. Dat is niet slecht. Zo, mis terugzetten ze. In volle vorm, hè. Dat is helemaal wat een gevecht dat hij geleverd heeft. Oké, okay. En nog? Zijn we gelukkig? Goedemorgen deze morgen. Ja, het weer is hier 360 graden omgeslagen. Dat is hier beginnen regenen, gieten, stormen. Normaal gezien zou het moeten goed zijn, maar... We hebben één visje bijgevangen deze morgen. Een kleintje. Maar onze Charles daar. Leuzig. Zie hem? Charles Eddy. Nee, die heeft toch weer de schone kunnen strikken. En hem je zonnetje laten zien. Zie. Ja, echt een beauty. Voilà, mijn eerste dikke vis van het jaar. Wat een bak. En dan nog een ghost. Super, super blij mee. Kei tof. Ja, proficiat Eddy. Dank je, James. Dat is een prachtige vis. Jij ziet er precies ook nog wat ghost uit, Eddy. Ja, ik heb me goed geslapen. Wil hem eens terug laten zwemmen, zeg. Meneer, nu... Een shotje koffie drinken met onze Eddy. Ja. Schoolmaat. School. Nee. Hup.
Ik heb toch geen whisky in hier? Nee. Het weer is nu ook helemaal omgeslagen. Het water is een pak kouder geworden. De vis springt ook niet meer. Dus ik denk dat we van tactiek een klein beetje gaan wijzigen. Ja, de gaas als dat koffer op is, dan gaan we alles een beetje dieper leggen. Denk, we zitten na een beetje ondiep te vissen. Ja. Het is heel koud geworden, heel de nacht reiger. Toch van de midden we de stok een beetje dieper te leggen. Hè. Yes. Dat is vissen, hè? Beetje actie, het James. Ja, we gaan er een keer al op geven. En mama zit te loeren, dan vang ik een vis door, jongen. Inderdaad. Dan ben jij zo goed als ik. Hoi, mama. Dus, weet, actie! Lasse, de James in actie. Vandaag is dat heel koud weer. Toch bijten. Zo. En ons taskoffie was ook niet leeg? Ja. Lasse, ons kopje koffie was nog niet leeg deze morgen. En we hadden de hengels iets dieper positioneren. Rond de 2 meter. En dan gaat de ondiepste hengel af, op amper een meter water. Dus dat wordt weer een dilemma. Wat gaan we doen? Ook weer op de nieuwe visbol. Normaal gezien gaat uitkomen volgend jaar. Prijs bij de Eddy. Dat zijn stok verlegd. Helemaal in de hoek in de luwte. Een stok die stok dat gaat lopen. Zo. En hoe voelt hem? Hoe? Ja, sterk wel. Maar ja, die zijn niet allemaal sterk. Echt, Eddy, ik blijf erbij. Je bent een scheur, man. Een scheur? Wow, la la la. Een lulleke, hè? Oh, dat was een rotschop. Oh my. Laatste mannen. Een heel gevecht. Maar toch een mooie vis. Super, heel blij mee. Ja, deze hoeven niet groot te zijn, dat zijn Juties, hè? Hier telt het gezicht wel, hè, Eddy? Nee? Wat? Wie zoekt? Die vindt. Voilà. Ja, dat is zo. Beetje uit de wind gaan vissen, als het koud is. Dat gaat een tip. En geluk dat ik je dat nog gezegd heb, hè? Ja. Schone vismaat, echt. Ik heb mijn pan eraf doen, dan sla ik mij op aan mijn kap. En dan leg je dit op het dag, hè. Ja. Ik heb eens een keer een vraag voor u, waar dat heel veel mensen nieuwsgierig naar zijn. Maar heel veel mensen, hè. Ja? En die vraag die krijg ik trouwens ook heel veel in mijn shop. Dus, als jij een ene bol zou mogen, een bol uit je gamma mogen kiezen, welke bol zou dat dan zijn? De Red Angel. De Red Angel? Ja. Omdat, ja, ik heb daar echt 5 jaar heel hard mee gevist en ook heel hard mee gevangen. Ja, en dat is een wonderboy. Zo simpel is dat. Terwijl dat eigenlijk de monster ook, eigenlijk mijn beste seizoen ooit is op de monster. Ja. Want de vraag is dikwijls ook aan de namen, waarom noemt dat Red Angel? Waarom noemt dat monster? De Red Angel is genoemd naar mijn zoon. Dat is altijd mijn engel geweest. En mijn dochter, ja, die is rood van haar, dus Red Angel. Angel, ja. En ik vind ook in een bolly, dat moet niet alleen goed vangen, dat moet ook een ziel in zitten. Ja. Maar mij is dat heel belangrijk, dat alle commerciële gedoen rond, dat hoeft mij niet, dat moet kwaliteit zijn. Dus die bolly is met hart en ziel gemaakt? Ja, en wat ik zeg, de monster is ook nog een bolly, want ik heb dat vorig jaar één sessie op gehad, daar had ik op... een openbaar water van 60 hectare.
25 vissen boven de 20 kilo met 5 koptiggers. Terwijl dat de rest aan zijn neus zat te trekken. En daarmee, dat was een monstersessie, heeft hij een bolly de naam Monster gekregen. Je ziet mannen, maar, er zit iets achter, hè? Ja, maar het Angel, ja, dat ruikt goed, dat proeft heel goed. Er zit 35 jaar ervaring in die bolly. Ja. Dus ja, ik hou van die bolly. Dus mannen, ik wil die vraag eigenlijk dus nooit meer horen. Welke bol Red Angel? Nu vis nummer 7, denk ik. Ja. Ja. Vroeger? Nu ietske langer dan 24 uur aan het vissen. De beste uurtjes van vandaag moeten nog komen. Vleugeltjes zijn juist opgegeten en 3 keer raden. En ja, het was prijzen. Ja. Piep, 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 piep. Ze hadden de kippenvleugeltjes geruiken. Het was te laat. Ik en Nadie waren eerst. Dus weer op de nieuwe bolletjes. Van de testbol van 2022. Een scheus schupje. Dus nummer 7 nu. Ik denk dat we ongeveer... Een klein 36 uur aan het vissen zijn ongeveer, iets minder. Maar we mogen niet klagen. Zes kut deze morgen. Je hebt hier goed gevrozen. Wanneer je een beet gaat zien, dat is niet het dikste. Maar wel een schone schip. Oh manneke toch. Heb medelijden met mij. Mijn vingers zijn aan het bevriezen. Hoe zit die goed warm? Ah, gij wel ja. Echt. Laat ik daar heel schone vissen steken. Echt weer een berensterk. Maar straks gaan we nog de kerst op het taart laten zien. Kom al, get in the net. Ja, schat, straal. Dat is goed, toch? Ja? Ja, ja. Wassen. Wel een bak. Gekke vis. Pareltje van deze morgen. Juist geen 21 kilo. Wat een lengte, wat een kracht dat die vissen hier hebben. Dat is echt zalig gewoon. Echt puur genieten. Topsport. Ik ben al 40 minuten aan bezig geweest. Nu normaal.
beautieke. Ik denk zeker dat dat je zijn moeder is, hè? Denk je dat niet, James? Ja, het ziet er wel zo wel uit, hè? Goed visje. Lekker vol. Wauw. Terug erin. Voilà, zeg. Juist voor vertrek. Dat is juist voor op te pluien. We beginnen alles juist in de bus te steken. En toch nog een schipje mogen vangen. Dat is altijd plezant, hè? Zo juist voor naar huis te gaan. En zeker als het een geslaagde sessie was. Ja. Op naar de volgende, hè? De volgende sessie bedoel ik, hè? Ja. Voilà, weer een bak. Richtelijk de allerlaatste van de sessie. Want we zijn nu volle bak aan het inpakken, want het nog was. Super sessie, we zijn goed geamuseerd. En de James moet er een mooie film van maken.